De eerste gast van vandaag in het First Dates restaurant is Richard. En Richard houdt al van een lolletje. Ik heb meegenomen iets van mijn werk. Omdat ik het leuk vind om te maken. En ik heb die dingen al veel gemaakt voor vrienden en kennissen. En dat zijn deze hele mooie tandjes. En die maak ik gewoon om te kijken hoe mensen reageren. Hallo. Hey. Hallo, Richard. Hallo. Je bent... Goh, ziet het er leuk uit hier. Ja, weer gezellig bezig. Ja, het ziet er leuk uit, hè? Ja, superleuk. Ja. Ja. Maar ja, dit vind ik dus gewoon heerlijk om te maken. Kan je er gewoon lekker gewoon inklikken. Je kan er gewoon mee drinken, eten, alles. Zoenen zou ik niet aanraden, want dat is niet zo... Maar dat doe je toch niet met zulke tanden. Want dan draaien ze zich om en dan lopen ze weg. Ga lekker zitten. Dankjewel. Hallo dan. Hallo Victor. Wat wil je drinken? Nou, doe maar even een sambucaatje. Ja? Even lekker. En doe maar een colaatje light erbij. Ja, zeker. Cheers, hola dieta. Salute, salute. Op jouw gezondheid. Zo. En wat voor werk doe je? Ik ben tandtechnieker. Ja. Ah. Ja. Dus zelf nog even sparen natuurlijk, maar... Ja? Ja. Kost gaat voor de baat uit. Nee, dat doe ik eigenlijk meer voor mijn date. Even kijken of ze dan... Of ze daar of ze knapt of zo, je weet het. Wat dan? Nou, ik ga... Je lult. Ik ben er mooi. Ja, gaat. Zorg, ja. Dus ik ben benieuwd wat er dadelijk binnenkomt, jongens. Hester komt zo binnen en we gaan kijken of Hester dit ook zo grappig vindt. Ik hou wel van mannen die een beetje boven het maaiveld uitsteken... of een beetje stand-out in the crowd, zeg maar. Die wat charismatischer zijn en opvallen. Hallo. Hester, wat ben jij mooi in het roze. Dankjewel. Ik ben zelf ook best wel een type. Dus dat, dat voelt wel fijn als dat zeg maar een soort van soort duo-act. Is. Even rustig aan. Ja. Nou, ik wacht met je mee. Maar je date die staat ook al te wachten. Ja, ik heb het in de gaten. Ga naar hem toe, hoor. Kom, we gaan. Ga lekker zitten. Hi. Hey, hallo. Hallo. Hey, ik ben Richard. Ik ben Hester, aangenaam. Gezellig. Ga lekker zitten. Ja. Zo. Zo. We zijn er, jongens. Ja. Zullen we drinken? Ja. Wat heb jij? Ja, ik was met een klein sambucaatje begonnen. Zo, hé. Even voor de spanning, eruit. Mm-hmm. En daarna een colaatje. Ze verblikt of verbloost niet. Totaal niks. Geen rare van helemaal niks. Dus ik denk, nou oké, dat begint goed. Dan hou ik ze nog eventjes in. En waar kom je vandaan? Beverwijk. Beverwijk? En jij? Brielen. Dus ik weet niet of je weet waar het ligt, Brielen. Niet zo uit mijn hoofd, dus dat ga je me nu vertellen. Ja, dat ligt vlak bij Tinten. Ja, dat weet ik dan ook precies waar dat ligt. Nou, de Tinten is een heel klein stadje. Dus als je zou moeten kennen, dan ken je dat ook niet. Maar in ieder geval, dat is onder de rook van Rotterdam en dan weer naar de kust toe. Dat is een uurtje bij mij vandaan, denk ik. Ja, zo'n beetje wel. Ja. Hoi, hoi. Welkom. Dank je. Beginnen met een drankje? Ja. Waar heb je zin in? Ginger ale. Heb ik? Ja. Ja. Vertel, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben mondhygiënist. Nee! Ja. Oh, echt waar? Ja, en ik werk bij een orthodontiepraktijk. Zo, daar kan je nou wel wat voor betekenen natuurlijk. Mogelijk. Jezus, oké. Okay. Nou, goed dan. Nou, ik ga voorstellen om dat daar tijdens de date niet over te hebben. Want... Oh, echt waar? Echt waar? Nou, dat is toevallig zeg. Ik zit in de tandtechniek. Echt? Ja. Ik ben tandtechniek. Ja. Wat een ramp, hè? Ja! Ah, dat moet zo zijn, hè? Dat moet zo zijn. Wat geweldig dit. Te leuk dit. Ja, nou, daar gaan we het niet over hebben. Proost, serieus. Dit is echt weer. Die vind ik helemaal mooi dan. Heb dat je dit vaker dan gedaan ook? Jawel, jawel. Serieus? Jawel. Jij nam mij ook in de zeik, hè, net. Echt, hè? Jezus, wat heb jij een prachtig gebit, zeg. Ja, dankjewel. Maar jullie hebben ook nog twee. Gelukkig wel. Maar heel leuk, humor, daar houden we van. Ja. Kom, we gaan met heel veel gelach naar jullie tafel. Ja, zeker. Wat een goede start van een date. Ja, te leuk. Nou, lekker man. Hou je een beetje van eten? Zeker. Mooi.
En vakantie? Wat voor land doen we? Qua continent is Zuid-Amerika wel het continent wat me dan het meest trekt. Waar ik ooit nog een keer heen zou willen, bijvoorbeeld. Costa Rica? Costa Rica heb ik vaker trouwens gehoord. Mijn vrienden die zijn daar geweest en die vonden het allemaal prachtig. Ja. Ja, heel erg mooi land. Mooie natuur. Ja. Ja. Lijkt mij ook. Hou ik ook wel van. Mm-hmm. Ja. Maar hou je ook van de Nederlandse natuur? Ja. Van de week zag ik nog... ik hou ook van vogeltjes kijken of zo. Weet ik van, dat vind ik toch voor. Maar dit haal ik aan omdat ik gewoon 3 ijsvogels zag in 1 keer. Echt? 3 ijsvogels in 1 keer. Ja, dat vond ik echt bijzonder. Ja. Dat vond ik echt bijzonder. Heb je nog meer hobby's? Ja, ik heb wel wat hobby's. Met sporten vind ik padellen leuk. Mm. Dat heb ik nou een beetje ontdekt. Mm-hmm. Doe jij sporten? Tennis. Ik heb getennist. Oké, dan kan je padellen ook. Ja. En voor de rest, ja, de sporten. Ja, voor de rest. Wat heb je nog meer voor hobby's eigenlijk? Ik doe als hobby stand-up, comedy. Echt waar? Leuk. Ja. Zo gedurfd. Ja, vrij dapper. Dat doe ik sinds 2018. En ik sta gemiddeld 2 keer per maand op een podium ergens. Zo! Dus niet super vaak. En ik ben ook niet super goed, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Hoe neem je die stap? En ga je dan naar school? Of ga je naar academie? Of weet ik ja, een academie, nee. Maar je hebt wel plekken waar je workshops kan volgen en zo. Dus toen heb ik inderdaad gewoon een keer de stap genomen om in te schrijven voor gewoon een eendaagse workshop. En dan kijken wat daar gebeurt. En een keer een open podium gedaan. En dan keihard op je bek gaan op dat podium. En dan een half jaar niet meer durven. Ja, maar je hebt wel een goed hoofd ervoor eigenlijk. Zeg maar. Je hebt een goed hoofd voor humor, ja. Nee, maar voor een stand-up comedian. Ja, nee, absoluut. Ja, denk ik wel. Ik ben wel een type. Ja. Geweldig. Ja. Ja, vind ik superleuk. Ja. Ja. Voor jou, merci. Ceviche of voor jou de oesters? Ja, lekker, dank je. Alsjeblieft. Geniet ervan. Dank je wel. Ja, gaan we zeker doen. Eet smakelijk. Bon appétit. Mag ik nog 1 keer je naam? Richard. Ja, check. En jij? Hester. Hester? Ja. Goed dat je het vroeg, ik had het echt niet meer geweten. Nee, het was ook een beetje afleiding, had ik. Ja. Holy moly. Ik dacht dat ik op mijn werk was. Nee. Ja. Hoe zat het met jouw liefde? Hoe lang ben je vrijgezel? Met de vader van mijn kinderen is het nu 8 jaar geleden gebroken. En sindsdien heb ik 2 wat kortere relaties gehad. En wat deed ik er tussenin? Wat vond je het moeilijk na die eerste breuk? Na de eerste of de tweede? Nee, gewoon met een breuk van je vader of je kinderen. Dat was een opluchting. Oké. Okay. Dat, ja. Ik was 2 maanden zwanger ook toen wij uit elkaar gingen. En iedereen zegt dan altijd van, wauw, dat zal wel zwaar geweest zijn. Maar in principe was het beter. Ja. En dan had ik daardoor een minder stressvolle zwangerschap. En voor jou? Ja, eigenlijk mijn eerste vrouw, 12 jaar met elkaar geweest. Tweede relatie, 18 jaar. Toen nog een relatie van 5 jaar met uit aan. En daten of zo, dat doe ik eigenlijk bijna nooit. Nee. Ja, die vlinders heb je ook niet. Je gaat niet meer een huis kopen samen of whatever. Kinderen opbouwen of iets opbouwen, weet je wel. Vlinders is trouwens ook een heel slecht teken, hè? Weet je dat? Want dat is geen verliefdheid. Dat is je zenuwstelsel, je vecht- en vlucht-respons. Oh, is dat zo? Mm-hmm. Ja? Het is eigenlijk angst wat je voelt. Oh, echt waar? Ja. Oh, echt waar? Mm-hmm. Oh, is het maar goed dan. Ja. En dat echte liefde... Ja. Eigenlijk meer een soort rustig gevoel is van, dit voelt als thuis, dit voelt fijn. Ja. Ja. Maar op het moment dat iemand je... Heb je dat al een beetje? Bij jou? Ja, ik voel me enorm thuis bij jou. Dat heb ik al jaren ken. Heb je een probleem met ouder worden? Nee. Ik vind... Voor vrouwen is het misschien anders dan voor mannen. Ja, misschien. Ik heb daar totaal geen probleem mee. Okay, maar helemaal nul. Nee. Nee. Je levenswijsheid willen inleveren om nog weer terug te kunnen naar je 20er jaren of zo. Als je dan alles wat je nu weet...
toen is het. En dat je nou 20 bent en dat je dat weer... Zouden er andere dingen, andere keuzes gemaakt worden? Maar waarschijnlijk lopen we tegen dezelfde fouten. Gewoon nog een keer hetzelfde doen. Maar ja, jee, mag de pijnbal. Hoe zou je het dan anders doen, zeg? Ja, toch wel. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Hou ervan. Genoten. Ik ook. Hoe vond je het gaan? Vond je het superleuk? Ik vind het een hele leuke ervaring. Ja, ik ook. En ik ben ook blij dat ik een fijne gesprekspartner heb. Ja. Ja. Je ogen fonkelen helemaal gewoon. Ik weet niet of door dat licht kwam. Maar ook. Ja, maar ik zit alleen maar naar je tanden te kijken al de hele tijd. Ja. Hallo. Hallo. Kennen we elkaar? Nou, nauwelijks. Heb je de rekening? Ja. Alsjeblieft. Dank je wel. Mag ik deze trakteren op jou? Ja. Ik wou splitten, maar ik... Ik begrijp dat zo ook kan werken. Maar ik vind het altijd leuk om een dame dat aan te bieden. Ik voel me enorm verwend. Nou, dankjewel. Dan ga ik jou verwennen. Nou, en dan nu het moment van de waarheid. Oeh. Willen jullie elkaar nog een keer zien? Vertel, brand los. Mag ik eerst? Ja, doe ik. Oké. Nee. Wil je ook weten waarom? Ja, ja, ik ook. Oh. Ik ben je een hele charmante man. Ik vond het een hele gezellige date. En je bent een... prettige gesprekspartner. Maar ik kreeg wel meer vriendschappelijke vibes dan romantische vibes. En ik heb vrienden genoeg. En dat is niet waar ik naar op zoek ben. Jammer. Ik vond het hartstikke leuk. Ik had zeker nog wel even uit willen diepen. Ja, absoluut. Moet je een mooie uitstraling hebben. Dankjewel. Voel me gefijn. Die glitter in je ogen vond ik mooi. Dus nee, jammer. Oké. Okay. Ja. Dan is het wat het is. Ik neem hem op mijn kin. Ja. En dan gaan we gewoon weer verder.